Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD. Hé jongens, hebben jullie de Henderson mokken al? Mm. Een mok al? Een Henderson mok is ongelooflijk. Een gekte, mania. Ja, gewoon de storming van de fanshop. Hè? Ja. Ik zei toch nog, dat ik een shirtje had van Akpom toen nog? Weet je nog? Oh ja. Voor de winterstop. Ja. Maar voordat we beginnen, kunnen we een nieuwe jingle, een nieuwe leader krijgen? Ik wil graag voorgesteld worden als Mike Verwij. Van de Telegraaf. De New York Times van Nederland. Oh ja? Want waarom zeg je dat nu? Nou, het was net een persconferentie en Willem Vissers die stelde zich voor aan Henderson als Willem Vissers van de Volkskrant, de Guardian van Nederland. Niet Willem Fisherman. Dan ben ik van de Sun. Nou, dat dacht ik. Huh? Ja, of Beeld of Beeld. Weet je, die, of Beeld, ja. Ja, ik verloog hem afkomst niet hoor. Maar daar vind je wat van? Nee, ik vind er niks van. Ik hoop dat het een grap was. Ja. Ik hoop niet dat het naar zijn bolletjes, naar zijn kale bolletjes gestegen. Nou ja, goed. Ik heb ooit, tenminste ooit, vorig jaar was dat, anderhalf jaar geleden, bij het WK. En toen hadden we een interview met mensen langs de rand van het veld. En toen was Koen Greven. Ja, van NRC geloof ik. Van het NRC. Ja. Voor mij was het Frimpong. Want ja, waarom zouden we anders Nederlands spreken? Engels even. Of Engels spreken. En die zei van, I'm Koen Greven van de NRC. Zeg ik dat goed? Ja. NRC, de Dutch quality paper. Maar hoe kijken jullie tegen het begrip kwaliteitskrant aan? Ja, weet je wat het leuk is? Het zijn allemaal zelfbenoemde kwaliteitskranten. Want volgens mij staat dat nergens boven. Nee. Dus. Nou ja, en je kan het er ook gewoon boven zetten. Hè? Ja, en niemand die dan daar iets tegen kan ondernemen. Maar je hebt geen vrienden in Honsdijk. Ja, je hebt geen vrienden, dat weet ik. Nee. Maar je hebt geen mensen in Honsdijk of een Ilpenan die zeggen van, ik lees de Telegraaf, lees ik niet hoor. Ik lees een kwaliteitskrant. Nee, die zeggen, ik lees de Telegraaf, ik lees een kwaliteitskrant. Oh, ja. Ja. Nou ja. Was Henderson onder de indruk? Ja, enorm. Die viel van zijn stoel. Ja, ja. Die dacht van, sloeg dicht. Ja, weet je wat jammer is? Volkskrant heeft bijna geen sport. Nee. Sportpagina's. Dus ik hoop dat ze binnenkort de ruimte hebben voor een interviewtje met Henderson. Ik weet niet of de Guardian heeft of zijn. Ik denk niet dat Henderson nu nog een interview geeft. Want we leven nu geloof ik om bijna 3:30. En die persconferentie begon om 2:00. Ja. En die is nog steeds bezig. En wat hij allemaal te vertellen heeft. Hè, want die Engelsen, normaal zeggen ze helemaal niets met een persconferentie. Nee. En daar vormt Henderson geen uitzondering. Nou, het was wel heel knap, want hij kreeg echt heel veel vragen. Maar hij kwam eigenlijk altijd bij hetzelfde antwoord terecht. Dat hij heel dankbaar was dat hij een kans kreeg. Dat hij heel veel zin had. Mm-hmm. Dat hij helaas moest wachten op zijn werkvergunning. Maar dat hij wel gaat laten zien dat hij van toegevoegde waarde is. En de toeschouwers, zei hij daar nog wat van? Nou, waar denk goede supporters, supporters denk. Overwhelming. Terecht. Heksketel. Nu al. Is geen Turkije, hè, wat dat betreft. Nee. Maar als je dan van een quality paper bent, dan stel je natuurlijk in zo'n persco hele goede vraag. Wat vroeg hij dan? Dat was wel een goede vraag dat ik hem niet eens meer kan herinneren. Hè? Dan moet je natuurlijk een ontregelende vraag stellen. Ik werd door Paul Jans een keer, toen we als politiek slaggever, we zeiden van, je moet ontregelende vragen stellen. Hè? Ja. Dat je ze uit balans brengt. Ik moet zeggen, ik luister graag naar de vragen van Willem Vissers. Ja? Ja, echt. Ja. Ja, ik moet altijd lachen. Ja, dus. Dus daarom blijf ik. Ik lach graag, dus daarom. Maar we hebben het hier. We moeten het niet. Wat jij zegt, André, dat heeft hij wel. Vraag me nu niet om een voorbeeld. Maar hij heeft altijd wel iets bijzonders. Ja. Het is hier. Gaat niet het over collega's. Hij is ook niet zomaar voor de Guardian. Nee. Maar Willem is best bekend. Hij is altijd bij voetbalpraat en zo. Zeker. Nee, Willem Vissers. Dus, voor mij is aardige vent ook. Een hele goede columnist. En een prachtige columnist. Mooie wedstrijdverslag. Heeft hij nog een keer daar heeft hij nog een prijs voor gewonnen ook. Hè? Ja. Ja, voor dat wedstrijdverslag na een Interland of zo was het geloof ik. Maar als je van de Guardian van Nederland bent, dan moet het ook wel. Ja. Een bakker bakt zijn brood. Een journalistiek stukje. Ja. En dan ga je in het tv-programma zitten omdat je een stukje hebt getikt. Hij schijnt ook heel goed in de microfoon te praten. Ja, dat moet beter. Je hebt ook journalisten die doen alsof ze heel veel verstand van... We zouden niet meer over journalisten praten. Nee, maar we hoeven ook geen naam te noemen. Maar wat vinden jullie van journalisten die doen alsof ze heel veel verstand van het spel hebben? Dat heb je ook. Ja. Dat ze in de pers hebben we het van de week al over gehad. Waar? Bij VI? Nee, hier. Echt waar? Toch? Ja, wat ik daarmee zou doen. Mensen die exact. Dat ging over het wedstrijdverslag en over het spel van Eiting. Die overigens onderuit ging met Twente tegen PSV. Gaan we het zo maar over hebben. Maar Valentijn, was dat nou in deze podcast dat jij op zoek was naar een type Schöne?
Ja. Ja, over het hoofd gezien, hè? Ik heb hem gezien. Ja. Prupper. Prupper. Ja, jij vindt Daisy Prupper. Ja, jij zat Prupper een logischere aanwinst gevonden voor Ajax dan Henderson. Ja. En waar Mike op doelt, Mike doelt op iemand anders, die heb ik ook gezien. Daar had ik er niet eens bij stilgestaan. Ik zit er bovenop, dus ik ben echt een hele slechte scout. Maar die jongen van Go Ahead, die Willemson. Ja. Speelde echt tegen Ajax een geweldige wedstrijd. En ja, die heeft creativiteit. Scorend die heeft loopvermogen. Ja. Scorend vermogen. Assist. Bij Go Ahead. Het is wel bij Go Ahead. Maar dit is wel een jongen die uit IJsland is weggegaan. Volgens mij eerst naar Italië. En daarna naar Go Ahead Eagles. En ja, die drukt wel zijn stempel op het spel van Go Ahead. En het is mede aan hem te danken dat ze zo hoog staan. Ja. Stel je bent... Het zou een hele goede zijn voor alle topclubs in Nederland. Oké. Okay. Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Want hij speelt bij Go Ahead. En Ajax is nummer 5 van Nederland. Dus dat is 1 of 2 plaatsjes hoger. Dus daar kan hij rustig mee. Maar stel je bent... PSV, het is geen Joey Veerman. Dat is het niet. Nee, maar voor de breedte. Ja, voor de breedte kan iedereen. En bij Ajax voor de basis. Ja. Goedkoop. Ja. Maar stel je bent Ajax-ziet, hè, en je bent al weken bezig. Ja, dan moet je die vraag niet zelf stellen. Nee, hou op joh. Tegenwoordig als podcastpresentator sta ik er heel objectief in. Maar stel je bent Ajax-ziet, ik noem maar wat. En je bent de hele al weken sinds dat gerucht gaat van Henderson komt naar Ajax. Denk je, het zal toch niet. Nou, uiteindelijk kogel door de kerk komt hij. Is het vrijdagochtend, slijden de column van Driessen open. Ik begin, alle seinen staan op rood. Maar Ajax dendert gewoon keihard door en tast diep in de buidel voor een middenveld Jordan Henderson. Een gevalletje paniek aankoop waarvoor het gevallen Ajax in 2,5 jaar zo'n 25 miljoen euro moet afschrijven. Nou, ik heb gewoon wat feiten op een rij gezet. En dan denk ik dat dit geen goede aankoop is voor Ajax. Hij zou best ook aardige wedstrijden spelen. Maar wat schetst mijn verbazing? Dat ik vanochtend werd gebeld of ik wist hoe Jordan Henderson weg is gegaan bij Liverpool. En dat wist ik niet exact. Mm-hmm. Maar dat in het voorjaar van 2023, zeg ik dat goed? Ja, heeft Jurgen Klopp een gesprek gehad met Henderson, zijn aanvoerder op dat moment. En die heeft hem verteld dat hij in het nieuwe seizoen niet in zijn plannen voorkwam en dat hij misschien tot 15 wedstrijden zou komen. Ja. En toen heeft Henderson de conclusie getrokken dat er dan voor hem geen toekomst was bij Liverpool. En dat was een hele juiste conclusie. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want Klopp zag gewoon dat deze man het niveau van Liverpool gewoon niet meer aankomt. Maar dan heb je het over absolute Europese top. Nou, absoluut Europese topspelen gewoon in Europa League, volgens mij. Ja, maar ze hebben maken weer kans op de Champions League. Natuurlijk. Ze zijn nu alweer. En dat komt omdat Jordan Henderson er niet bij is. Nu doen ze weer mee, bovenin. En dat moet dan de redder van Ajax worden. Maar deze jongen wordt niet de redder van Ajax. Want deze jongen is gewoon op zijn retour. Hij gaat naar niet voor niets naar Saudi-Arabië. Anders had hij wel van Liverpool naar Newcastle gegaan. Of naar Barcelona. Of een andere grote club in Europa. Nee, hij ging geld ophalen. Hij is vermoeid na 15 jaar Engeland. Ja, en die moet dan Ajax beter maken. En misschien wordt Ajax wel iets beter. Maar al die grote talenten die groot zijn gemaakt eerder, in een eerdere fase bij Ajax, andere talenten weliswaar, door Tadic en Blind. Maar die waren 28, 29. En deze man is 33 en die is in juni wordt hij 34. En die kan het al niet meer belopen. Ja, dan denk ik van, ja, dat is geen goede keuze, vind ik dat. Mike. Ja, ik heb wel een iets ander standpunt. Ik vind, normaal gesproken, dat was bij Mislintat niet zo. Want die hadden we al heel snel door dat mis was. Maar in principe moet je iemand natuurlijk wel de kans geven. En ja, laten we Henderson dat ook doen. En ik heb Adem Mos gesproken, nog een aantal anderen. En Adem Mos is ervan overtuigd dat het een koopje is. Omdat hij uiteindelijk misschien een Kenneth Taylor 20% beter kan maken. Linson 20% beter kan maken. Misschien kan hij ook een keer zorgen dat die achterhoede van Ajax... Ja, misschien maakt die Avila wel 20% beter. Heb je er nog niks aan? Ja, die moet die 80% beter maken, maar misschien kan dat ook. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vind het in ieder geval geweldig dat zo'n grote naam naar de Eredivisie komt. En ja, hij moet laten blijken dat het ook voetballend een meerwaarde is. En niet alleen een grote naam is die naar de Eredivisie komt. Ik ben er wel heel erg benieuwd. Ja, als hij echt voetballend zo goed zou zijn, dan zou hij nooit voor de Eredivisie kiezen. En volgens mij zei jij het net, Pim, van dat Barcelona die had nee gezegd. Juventus had nee gezegd. En dat is natuurlijk niet voor niets. En dat, ja, ik denk gewoon dat je een speler op zijn retour haalt. En ja, Ajax moet juist vooruit en niet achteruit. Ja, maar we hebben in het verleden hebben we natuurlijk ook wel eens geconcludeerd dat je voor de Eredivisie ook niet
top hoeft te zijn om hier gewoon heel goed mee te kunnen voetballen. En ik denk dat hij in de Eredivisie, en of dat internationaal volgend jaar ook zo is. Kijk, Ajax zal dan Conference of Europa League spelen, denk ik, en geen Champions League. Maar als hij uiteindelijk in de Champions League komt, of hij dat dan nog aan kan, ja, dat zal moeten blijken. Maar ik denk dat hij voor de Eredivisie al... Maar Mike, voor hetzelfde geld zit je over een maand of vijf wel in de Champions League. En word je derde. En dan heb je de voorronde Champions League. En als je dan een speler haalt die dan niet mee kan... Ja, maar wie zegt nou op voorhand dat hij niet mee kan? Ik denk dat hij niet mee kan. Ja, maar dat is denken en dat is nog niet weten. Dus nee. Laten we dat afwachten. Maar het is wel een dure gok, vind ik het, voor bijna 25 miljoen. Ja, want daar was ook nog een discussie over. Ja, ik kreeg daar nog een bericht over de totale kosten. Iemand kwam eerder op 17 miljoen uit. Maar ik denk dat dat met name de lengte is die je gebruikt. Want jij had 25 berekend. Nee, dat het totaal tot 25 miljoen. Ja, er zit ook een bonusstelsel zit erin. Ja, wat dat precies inhoudt en hoeveel. Maar er zitten ook gegarandeerde bonussen. Dat vertelde diezelfde man die mij vanochtend belde. Er zit ook een gegarandeerd deel van bonussen zit erin. Dus... Ja, je komt gewoon tot een bedrag voor een 33-jarige. En het is totale afschrijving. Want je krijgt niets terug. Tenzij die na anderhalf jaar dat je hem verkoopt. Dan kan je er nog wel wat voor terugkrijgen. Ja, maar je verkoopt hem niet als hij dan zo goed zou zijn. Nee, maar als hij uiteindelijk ervoor zorgt dat Taylor in plaats van voor 20, voor 40 miljoen weggaat. Maar hij heeft hele goede spelers heeft hij om zich heen gehad. En die konden goed renderen onder hem. Maar slechte spelers die onder hem veel beter worden, die zijn er nog niet geweest. Nee, maar Taylor is toch ook best een aardige speler? Nou, Taylor heeft gewoon de afgelopen half jaar gewoon niets laten zien. Nee, maar dat gaat nu komen. Ja, nou, nee, maar daar had Ajax natuurlijk ook bepaalde verwachtingen van. Dat die eventueel die rol zou pakken. Nou, dat heeft hij ook niet gepakt. Heeft hij niet gedaan. Nee, maar over die bonussen. Ik denk dat Ajax een deel van die bonussen heel graag uitkeert. Want hij zal ongetwijfeld extra geld krijgen als Ajax die Champions League ingaat. Ja, dat is dan 70 miljoen. Dus ja, dan keer je zo'n bonus met heel veel plezier uit. Dus ook dat is weer relatief. Ja. Maar ik ben het wel met je eens dat het gigantisch veel geld is. En ook wel aangeeft dat Ajax redelijk wanhopig is. Want dit eerste half jaar was natuurlijk niet... Maar die bonus was het slechtste ooit uit de historie. Dus zeker niet het jaar waar Ajax op gerekend had. Ja, maar die bonus hadden ze nou juist... had misschien dat er nou juist uitgesloopt. Is deze... Nee, dat is niet waar. Voor de Champions League toch, dat je daar dan bonussen voor kreeg? Nee, Mislintat heeft juist de basissalarissen naar beneden gebracht. Oh, ja. En eigenlijk in het principe van Jan Cruijff, bonussen bij prestatie. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Dat is gewoon eigenlijk heel erg goed. Nee. Maar bonussen worden ook gegeven, zeg maar, voor een aantal basisplaatsen. Of een aantal invalbeurten, of een aantal goals. He, die bonussen die zijn zo veelomvattend en veel... Ja, je kan het zo raar niet bedenken of er worden bonussen verzonnen door die zaakwaarnemers. Ik heb het gevonden. Teun, luisteraar. Die zegt, jij zegt 5 miljoen afkoopsom, 1,5 miljoen tekengeld. Ja, kijk, in Engeland gaat het bericht dat het 8 miljoen afkoopsom is. Oké. Dus ja. Oh ja. Nou, hij zegt, jij komt op 17 miljoen en die resterende 7 miljoen zuigt hij uit zijn duim. Ja, zou je hem AUB even een rekenmachine willen geven? Ja, ja, nou, ja, als Teun de exacte bedragen weet. Maar in Engeland gaan er hele andere bedragen rond dan in Nederland. En dat is ook wel weer begrijpelijk. In Engeland willen ze hem groot neerzetten. En Ajax wil het natuurlijk zo klein mogelijk houden. Want die voelen natuurlijk al aan waar de kritiek vandaan komt. Op het moment dat het niet gaat draaien. Ja. Dan wordt er natuurlijk gezegd mijn god. Wat het is een enorme afschrijving, dat is duidelijk. Wat ik wel opvallend vind, en dat heeft er misschien ook mee te maken... dat hij echt heel graag naar Ajax wilde. En dat kan ik ook weer mee te maken hebben... dat andere clubs hem misschien niet zo graag wilden hebben. Maar Kelvin de Lang, die heeft nu 2 transfers gedaan. Dat heb ik vanochtend ook beschreven. En iemand vond het erg lyrisch wat ik vanochtend optikte. Eigenlijk gisteravond tikte. Het stond vanochtend in de krant. Maar die Kelvin de Lang, die heeft bij Manchester City... natuurlijk al een aantal transfers gedaan. Dat waren voornamelijk jeugdspelers. Dat zijn een aantal tientallen geweest. Maar ook bij Mikko Tatsen... heeft hij en een snelle deal en een goede deal voor Ajax gemaakt, lijkt het. Ja, en deze deal, hij is met de advocaat naar Engeland gevlogen. En er waren toch wel meer kapers op de kust. Ook een aantal clubs die hem niet wilden hebben. Maar ook een aantal clubs die hem wel wilden hebben. Ja, hij is zich wel aan het profileren. En ik denk dat hij heel graag toch wel de directeur transfers wil worden. En als hij zo doorgaat, ja... Ik zou zeggen, waarom niet? Jan van Assen er ook bij. Kelvin de Lang, dat is De Lange, is het? Of Kelvin de Lang. De Lang, ja, dat is ook de man van Forbes. Die hem heeft laten gaan. Ja, nee, die zat bij Manchester City en die dacht van... hé, die Forbes is wel een leuke speler van Ajax. Ja. Dat we daar eens even meer dan 10 miljoen voor betalen. Hoeveel procent moet die nog beter worden onder Henderson?
Onder Henderson. Nou, ja? Volgens mij krijgt hij de kans niet. Want er is volgens mij interesse of zo voor hem. Voor Forbes? Was ik ergens. Ja, dat kan. Weet ik niet. Nee? Dat misschien kan Henderson hier ook even langskomen. Jouw 20% beter maken. Nee, maar Jan van Alst zei... Nou, je hebt natuurlijk dat beeld. Het ene na het andere filmpje komt natuurlijk nu online. Op een gegeven moment zie je dat Henderson wordt gekeurd. En dan komt John van Schip en Jan van Alst. Die komen erbij. Zegt John, ja, hey, looking good. En see you later. Ja. En Jan van Alst die doet ook even een tikje op de schouder. Dacht, dat is toch mooi voor Jan nog, dat hij dat nog even meepakt. Toch nog even in beeld. Ja. Hè? Voor zijn 13e miskoop bij Ajax. Ja, hè? Nou, ik zeg. Nu als directeur en daarvoor als... degene die overal zijn duimpje opstak. Van, ja. Kom maar binnen met je knecht. Hè? Al die spelers die Mislint dat aandroeg. Ja. Maar ik denk dat Henderson wel echt helemaal van slag was. Zou die Jan van Alst... De grote Jan van Alst die je dan een handje kon geven. Ja. Niemand binnen Ajax die hem serieus neemt. Maar Henderson, nee. Ja, die was zwaar onder de indruk. Ja. Nou goed. Ja. Maar ik vond ook wel, hoorde ik net ook van... hij is binnengekomen via die makelaar. Hij heeft een eigen makelaar. Dat is de broer van Trent Alexander-Arnold. Ja. Tyler Alexander-Arnold. Maar dan worden dan rechten verkocht. Of die gaan dan over naar bepaalde zaakwaarnemers in Nederland. En dat was Nathan van Koperen. Mm-hmm. Nou, die was natuurlijk heel blij dat hij deze deal heeft kunnen maken. Een knappe deal voor hem. Maar dat was dezelfde Nathan van Koperen die een half jaar geleden... wat tweette die toen? Sievert Manswerk. Ajax koopclub. Nieuwe Frenkie de Jong. Ja, Ajax koopclub. Van Silvano Vos. Ja, die zat natuurlijk bij hem in de stal. En Ajax koopclub. Ja, hij koopt nu al een aardige concurrent voor zijn je hebt Silvano Vos. Henderson, Fitzjim, Manswerk, Branko van de Bomen, Tahirovic. Dus Silvano Vos, die kan aan de bak. Als het om de controlerende middenvelderpositie gaat. Ja. Hey Hein, heb je die Henderson jingle nog? Want er komen ontzettend veel verzoeken over. Zullen die nog één keer laten horen? Ik vind het is rond, dus weg met die jingle. Ik vond een hele slechte jingle. Ja? Ik kreeg er positieve reacties op. Hein mag pas terugkomen als hij 20% beter is. We kunnen misschien wel een... Waar zouden jullie wel een jingle over willen horen? Ik hoef helemaal geen jingles. Over The Guardian en The New York Times. Ja, oké. Okay. Dan zullen we naar stellingen gaan. Ja, Henderson is de nieuwe Tadić van Ajax. Eens. Oneens. AZ had Pascal Jansen nooit moeten ontslaan. Oneens. Eens. PSV pakt dit jaar de dubbel. Eens. Oneens. PSV moet Vertessen houden. Oneens. Eens. Oké. Xavi Simons moet het seizoen afmaken bij Leipzig en Arsenal of Bayern laten gaan. Eens. Eens. En de Nico Williams zou ideale versterking zijn voor Feyenoord. Wie? Ja, daar ga je al, hè? Nico Williams, hè? Ja. Ja. Hein. Maar volgens mij heeft meegeholpen met stellingen. Volgens mij is het toch een spits uit Uruguay of zo? Of een Rodriguez. Rodriguez, ja. Maar ook Nico Williams zijn ze ook concreet geworden. Ja, okay. Ja. Rechtsback. Nottingham Forest, toch? Precies. Oh, die 13 miljoen of zo? Ja. Nee, dat is die Rodriguez inderdaad. Ja, die moet 14 miljoen kosten. En die speelt niet eens altijd, die jongen bij Forest. Nee. Dat is dan een versterking. Ze hebben al een jongen gehaald. Nieuwkoop, die alles speelde bij... Union. België. Union. Sint-Gilles. Maar ja, die al in zijn eerste fase bij Feyenoord tekort kwam. Ja. En dat is nu ook wel gebleken. Hij is nu volgens mij geblesseerd, maar... Ja, maar goed, het is voor Feyenoord natuurlijk wel... Het zegt eigenlijk ook wel wat dat ze natuurlijk met al die spelers nu in verband worden. Ja, maar dat zegt dat ze een rechtsback willen. Misschien ook omdat die het goedkoop zijn. Maar dat ze met Geertruida toch liever centraal spelen dan als rechtsback. Ja. Dus op de plaats van Trauner, wat ik me heel goed kan voorstellen. Ja, maar goed. Want sinds dat hij weer rechtsback speelt, is het niks. Nee, maar het blijft natuurlijk nu een probleem voor Feyenoord. Want ze hebben versterking nodig als ze nog wat van het seizoen verder willen maken. Nou ja, ze hebben natuurlijk een enorme foute inschatting gemaakt. Met die jongens die naar de Azië Cup gaan en naar de Afrika Cup. En sowieso Seruki met Algerije. De verwachting is dat die echt heel ver komen. En Japan, die komt zelfs met een blinddoek voorkomen. Die waarschijnlijk in de finale van de Asian Cup. Dus die ben je gewoon kwijt tot half februari. Dat zijn dan twee spelers. Maar daar zitten ook Jahan Baks en Minté. Die zijn ook op die toernooien actief. Die kunnen ook nog ver komen. Ja, en dan dacht ik ook bij mezelf van... Dan hoor je de trainers in die trainingskampen over... Van alles doen ze er om 1% beter te worden. En bij Feyenoord gingen ze met een knijper op hun neus voetballen... en met een pleister op hun mond. En dat ze helemaal geen adem meer konden halen. En dan zouden ze nog weer 1% beter worden... Had ook Arie Boomsma in gedachten. Heeft Arne Slot deze week toch niet gedaan? En dan denk ik van... En dan gaan de vier spelers weg en dan doen we niks. En vier belangrijke spelers, hè, die Ueda, die hadden ze mooi kunnen gebruiken... om die 2-2, om daar 3-2 van te maken tegen NEC. Ja. En onze vriend Minté, die had ook niet misstaan tegen NEC... Nee. En ook Seruki niet. Dus, en die ben je nu tot half februari ben je ze misschien kwijt. En dan speel je
Van aanstaande woensdag speel je tegen PSV voor de halve finale van de beker. Nou, dat kan zomaar finale plaats opleveren normaal gesproken. Dan speel je tegen Twente en dan nog tegen AZ. Hm. Nou, gefeliciteerd. Dat is toch gewoon een enorm mismanagement is dat. Ja. Ja, dat heb ik daar vorige keer gezegd, dat Manchester City... Zeg dan maar even wat over. Nou, je zei dat Manchester City inderdaad bewust geen spelers koopt. Ja, die hadden Mahrez, maar die hebben, kiezen ze er gewoon liever voor. Overigens zei dat Japan met een zakdoek om nog ver komt in dat nummer. Ze hebben van Irak verloren, hè? Ja? Ja, met 2-1. En invaller Ueda heeft het daar niet kunnen keren. Nee, Irak. Oh, ja. Irak was met 2-1 te sterk. Ja, want Ueda, de eerste wedstrijd scoorde die nog wel. En nu moest tegen Indonesië. Oh ja. Dus dat is ook wat die winnen ze wel, denk ik. Ja, die win je met twee blinddoeken voor. Johnny van der Beukering speelde toch voor Indonesië, of niet? Was zeker? Dat niet zo? Ja, hè? Die was altijd zo lang onderweg. Dat hij dan, kan je dat nog herinneren dat hij vanaf de middenlijn voor Feyenoord speelde? En dat hij onderweg naar Indonesië. Dat hij alleen op de goal afliep. En dat hij echt drie kwartier onderweg was, geloof ik. Ik hoop dat hij het vliegtuig heeft genomen. Werd toen Johnny van den Burger King, werd hij toen genoemd. Ja, ja. Daar liep hij harder, ja. Hey, maar we hebben het al een tijdje niet over Ajax gehad. Nee, komt zo. Zal ik zeg maar. Leuk nieuwtje. Nou ja, mag. Ajax neemt de regie over. Stevend af op contractverlenging. Met? Joel Hato. Oh. Laatste dagen, het leek eigenlijk muurvast te zitten, maar de laatste dagen is er toch wel een stroomversnelling gekomen. Mm-hmm. En Ajax lijkt hem eindelijk te gaan belonen met een heel goed salaris. Waardoor hij bijna een principeakkoord met Ajax heeft. De verwachting is dat ze eruit gaan komen. Ja. Alleen zal dat waarschijnlijk na 7 maart gebeuren. Omdat als Jan van Hals zeg is. Nee, dat heeft niet zozeer met Jan van Hals te maken of met de komst van Alex Kroes. Maar met het feit dat hij dan 18 wordt. En na je 18e mag je pas een contract tekenen. Dat langer, een langere duur heeft dan 3 jaar. Mm-hmm. En het zal een 4- of 5-jarig contract worden. Dus dat zal dan in maart bekendgemaakt worden, hoop ik, voor de Ajax. En gaat hij evenveel verdienen als Jordan Henderson? Dat niet, denk ik. Geen 25 miljoen in 2,5 jaar. Of wel die Teun even, misschien dat hij het weet. 17 miljoen. Oh, ben je gepikeerd? Nee, Teuntje. Ja, Teuntje. Zoek het even uit, vriend. Ja, oké, maar dat is goed nieuws voor fans van Ajax. Vooral omdat het erop leek dat Ajax hem niet echt heel erg op waarde schatte. En ja, toen leek hij toch een beetje naar de uitgang gedreven te worden. Maar inmiddels is het beseffen dat het toch wel een heel groot talent is. Ik vind hem de laatste weken wel iets minder, moet je zeggen. Dus, wel een geweldige tenminste voor assist bij die eerste goal bij Go Ahead. Ja, dat wel. Ja. Dus, als je een international in Nederland kan houden van die leeftijd, is het natuurlijk goud waard. Zonder meer een gigantisch talent. En ik denk dat het voor hem ook wel belangrijk is om aan de hand van Jordan Henderson nog 1 of 2 jaartjes in Nederland te spelen. 20% beter te worden. Ja. Wie kan er bij PSV nog 20% beter worden? Want die hebben oogstrelend voetbal toont weer afgelopen week tegen Twente voor de beker. Ik moet zeggen, die derde goal was geweldig. Ja, maar eigenlijk had Til hem natuurlijk al moeten maken door hem te stiften. Ja, maar dat is niet echt des Tils, hè? Nee, maar dat was wel geweldig. Nou, ik moet zeggen, Bakayoko maakte hem ook wel vrij aardig af voor toen nog even in de nastoot. Ja, echt. Eerste uur echt van PSV genoten. Ja, maar je ziet de spelers die, nou, Guus Til of Luc de Jong, dat zijn... Nou ja, maar als je Luc de Jong vrijlaat bij een corner en je gaat in zone dekken en je haalt onze vriend Robin Pruppen weg uit die zone waar Luc de Jong in opduikt, ja, dan vraag je natuurlijk om moeilijkheden. Ja. Die stond gewoon helemaal vrij. Nou, ik vond SC Twente ik vond bedroevend. En PSV, die hebben inderdaad geweldig gespeeld. En zelfs zonder Veerman, zonder Lang, zonder Lozano, zonder Saibari. En maken ze toch heel makkelijk het verschil. Maar Twente heeft daar natuurlijk wel aan meegeholpen door met een opstelling te komen die gewoon nergens naar leek. En Jozef Oosting is vorig jaar een paar keer bij RKC gelauwerd om zijn tactische vondsten. Mm-hmm. Nou, dit was echt een tactische missen van de bovenste plank. En ineens komt Eiting, die komt linksback te spelen. En die, hoe heet die links, normaal gesproken, die linksback die van Volendam vandaan komt? Gijs Smal. Ja, die Gijs Smal. Ik dacht van, nou, ze hebben een foutje gemaakt in die tekening. Gijs Smal gewoon linksback. En nee, die stond voor Eiting. Nou, het leek echt helemaal nergens op. En ze begonnen te voetballen toen Stijn en de Rots er weer in kwamen. Maar ja, toen was het al verdronken. Zat er een krasje in je glazen bol of niet? Want jij zag hem als aanstaande Ajax. Ja, totdat hij heel raar ging doen, ja. Dus, ja. Ik zag hem ook als Ajax trainer als er een goede begeleiding om hem heen was. Hè. En die is er nu Nu met Henderson, 20% beter. Ja, met Henderson en met Louis van Gaal, die nu...
Een beetje de Roelof Hemmen van Ajax. Ja, predikt bij, voor Mike, kwam Mike achter bij het genootschap van de hoofdredacteuren. Oh, ja. Ja. Nou, ja, vertel. Die gaat hoofdredacteuren toespreken, Louis van Gaal. Ja, er is vandaag een bijeenkomst, vertelde onze hoofdredacteur Kamran Oela. En ja, er komt een heel mooi sportjaar aan. Dus ze wilde graag Louis van Gaal als spreker. En die was heel enthousiast om zijn imago bij de Nederlandse pers nog wat op te kalfaten. Hoe zou die met die hoofdredacteurtjes omgaan dan, hè? Ja, nou ja, ik denk dat hij wel een leuk verhaal heeft. Een soort vraag-antwoordje. Ja, als prediker hij, natuurlijk. Hij wordt door hij gaat natuurlijk die gasten allemaal de waarheid vertellen. Hebt Valentijn Driessen voor jou werken, Kamran Oela. Wat denk je daar nou eigenlijk? Misschien dan zet hij wel druk erop. Dat ja, maar nou, misschien wordt. Zet hij wel van... die verdient wel een flinke salarisverhoging nou wel een keertje. Ja, omdat hij je telefoon toen had gevonden in Qatar. Goud was dat. Ja. Maar het was geen goed idee om Kamran hem te laten interviewen. Want als hij dan roept van... ik ben Kamran Oela van de Telegraaf... dan loopt hij alsnog weg waarschijnlijk. Ja. Dus het wordt Hella Huek. Oh ja, nee, het is Hella Huek. Huuk? Ja, het is H-U-E-K, maar je zegt gewoon Huuk. Ja, maar goed. Ja, die pakt hij natuurlijk zo. Erin. Nee, FD is iemand anders, is Perry Veenstra. Moet je even googlen, je hebt Google. Elsevier. Oké. Okay. Nou, die pakt hij natuurlijk weer helemaal in met die vrouwen. Ja, die pakt hij wel in, ja. Hij is natuurlijk heel goed met vrouwen altijd. Ja. Louis. Oh, god. Ja. dit wordt een gênante vertoning. Dat wordt natuurlijk smullen. Nee, maar dat interview. Nee, maar voor de hoofdredacteur. De hoofdredacteur. Kijk, als ze nou prachtig, toch? Mike, als nou echt hoofdredacteuren zijn, dan hadden ze Kamran Oela van de Telegraaf. Die hadden ze hem laten interviewen. Kijk hoe hij zou reageren dan. Nou. Dan speel je het gewoon scherp. Ja. En als hij dan zegt nee, dan zeg je oké, AU paraplu. He, wij laten ons als genootschap van overredacteuren niet door Louis van Gaal vertellen wie hem interviewt. Moet je dat die bepalen Hella wij. Maar jij kan die Hella Huek nog even inschijnen natuurlijk, hoe je van Gaal. Ja, ik kan je... Hella Huek is het, hè? Hoorde ik ja, net. Maar Hella Huek moet dan natuurlijk zelf het initiatief nemen om te vragen van hoe kan je hem op de kast krijgen. Ja. Ik heb Hella, kijk nu even. Nee, Hella nog niet. Ik heb wel Hella voor. Ik denk dat Valentijn wel een paar ontregelende vragen heeft. Dat denk ik ook wel, ja, inderdaad. Maar we hadden het over PSV, dat swingt. En Vertessen scoort dus een goal waarvan je denkt... die zit heel lekker in zijn vel op dit moment. Ja, ja toen ging hij ook nog roepen... ik kom eigenlijk niet helemaal goed uit. Jezus. Zei hij. Maar hij komt nooit goed uit. Is Vertessen... dat was bij die jongen van NEC ook. Die zei... zo. Morgen misschien. Ja. Prachtig, verkeerde been. Ik heb niet alles gezien. Pim heeft alleen Barcelona mee. Ik zat met Ellie Lust ook nog deze week. Dus ik heb wel alles meegekregen, maar ik heb niet alles ook echt kunnen bekijken. Maar we hadden het dus even over Vertessen. En toen dacht ik, is Vertessen, Bergwijn of Vertessen? Als linksbuiten bij Ajax. Wat zou dan bij Nederland zelf dan? Is dit nou voor Ajax podcast, man? Een beetje een Overmars-achtige speler. Ajax over podcast, man. Union Berlin aankoop. Maar ja, PSV wil hem voorlopig niet laten gaan. Nee. Union kijkt inmiddels verder, dus dat kan wel. En hij stond gisteren bij ESPN. Of eergisteren. Bij Hans Kraaij. Ja, en daar gaf hij wel heel duidelijk aan dat hij, ondanks zijn goal en zijn rol en dat PSV hem heel belangrijk vindt, hij wil gewoon weg. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik vind het wel aardig. Nu verwijten jullie mij dat ik een Ajax-podcast van maak. Maar ik ben een uur bezig. Vergelijken spelers bij Ajax die of die. Ik ben elke podcast een uur bezig om alleen maar andere onderwerpen te verzinnen. En uiteindelijk, als ik begin over... Dit zijn van die babyvragen. Mijn zonen vragen ook, wie vind je het beter? Vind je die beter of die beter? Ja, wat is er nou voor een lul, man? Nee, maar als ik jou nou zie, wat er nu wel gelukt is, je bent wel ontregeld. Ik ben helemaal ontregeld. Ik bel Roelof Hemmen, Jordan Henderson. Wie moet ik bellen? Henderson, wil jij gewoon warm lopen? Nou, gooi je met James Laster even in. Dan heb ik even adempauze. Mijn god zeg. Mourinho, hè? Ja. Heb jij nog goede vragen, Pim? Nee, ik stel geen vragen meer. Ik laat jullie lekker praten. Maar Mourinho dus bij AS Roma uiteindelijk vertrokken. Oh, niet bij Ajax. Zou dat een goede coach voor Ajax zijn? Met zijn kennis met Louis van Gaal. Maar goed. Nee, Louis van Gaal is adviseur van de RVC. En Louis en... Mourinho hebben we weliswaar heel goed samengewerkt bij Barcelona. Mourinho was tolk, maar daarna is die verstandhouding niet heel erg goed geworden. Was het geen serieuze vraag? Nee, dat was niet echt een serieuze vraag. Maar goed, het is meer dat AS Roma de toekomstige tegenstander van Feyenoord is. Ja, dus ik denk dat Arne Slot dat wel jammer vindt. Omdat die wil toch een keertje ook Mourinho uitschakelen. En dat is natuurlijk, hij heeft die finale verloren van de Conference League vorig jaar uitgeschakeld in de Europa League. Ja, en die mogelijkheid... Ja, die doet zich nu niet voor. En die doet zich misschien nooit meer voor. Dus de plaag Mourinho zal altijd boven zijn hoofd blijven hangen dan. En
daarom vindt hij het ongetwijfeld heel jammer. Want ja, wat is er mooier om Mourinho uiteindelijk toch een keertje op zijn nummer te zetten. Ja, het is aan de andere kant wel tekenend dat het zo slecht gaat met AS Roma. Dus ja. Komt de kans raam voor Feyenoord om... Ja, bij goede spelers hoor, want waar ze staan, dat hoort echt niet. Maar ja, hij gedraagt zich als een idioot gewoon langs de lijn. En die spelers, ja, die zijn allemaal weg van hem. Maar ja, als je een idioot langs de lijn hebt, dan kan ik me nauwelijks voorstellen dat je daar weg van bent. Ja, hij is geen José Mourinho Harry Potter, hè? Nee. Inderdaad. Hm. Nou ja, goed. Spaans heb je dan. Barcelona weer niet goed gespeeld. Frenkie de Jong weer kritiek, maar wel door. 3-1 gewonnen tegen een derde divisionist. Ja. Ik denk dat Ajax ook heel graag door was gegaan tegen een derde divisionist. Dat lukt Barcelona gelukkig wel. Ik heb die wedstrijd niet gezien, maar dat Barcelona niet in zijn allerbeste fase zit, dat is volgens mij ook wel duidelijk. Nee, hoe heet het? De Paai nog een paar minuutjes gemaakt bij Atletico Madrid. Die versloeg Real Madrid ook in de beker. Er werd een paar foutjes gemaakt. Zo. Ja. Moet wel meer gaan spelen, De Paai natuurlijk, in de aanloop naar het EK. Ja, maar ik denk dat als hij fit is, en ook al speelt hij niet heel veel, dat Koeman toch wel zo van hem gecharmeerd is dat hij hem toch wel meeneemt. Ja. Ook omdat je niet heel veel smaak voor in hebt. Dus ik hoop voor Depay dat hij erbij is. Ja, maar ja, er komt waarschijnlijk wel keus nu. Hè? Als Bobby zich verder ontwikkelt aan de hand van Henderson, 20% beter wordt. Sirkzee, die heeft dan geen Henderson. Nee. Maar die doet het natuurlijk ook goed bij Bologna. Nou, Luc de Jong misschien. Dat Koeman misschien wel bij Luc de Jong op zijn knieën gaat. Ja, maar of Luc de Jong zelf, hè? Want Luc de Jong die heeft gezegd van als ik mee wil gaan, dan laat ik het horen. Ja, Gakpo natuurlijk, die misschien een goede tweede seizoen. Maar zou Luc de Jong, en ik wil helemaal niks afdoen aan de prestaties van Luc de Jong, want ik vind het echt geweldig wat hij presteert. En hij staat inmiddels geloof ik ook in de top 10 topschutters alle tijden. Maar zou het niet heel gek zijn als Luc de Jong zich nu aanmeldt van ik wil toch wel mee naar het EK, geen kwalificatie gespeeld. Kijk, ik vind wel dat Koeman het misschien moet proberen, maar het zou wel heel gek zijn, want dan heb je eenzelfde type als Weghorst. Ja. Ik zou het toch wel heel vreemd vinden. Ja. Nou, Koeman, wat jij zegt, heeft Koeman ook die heeft zich ook uitgelaten in die richting natuurlijk al in Portugal vlak voor die wedstrijd tegen Gibraltar. En dat hij sowieso niet op zijn knieën naar Luc de Jong en het initiatief liggen bij Luc de Jong. Maar dat hij veel waarde aan hecht aan spelers die hem hebben geholpen. In de kwalificatie. Kijk, waarvan Weghorst natuurlijk, wat je zegt, terecht zegt van een van de belangrijkste was. Ja. Ik kan me wel voorstellen als je in de loop of in de aanloop naar het EK geconfronteerd wordt met heel veel blessures, dat je wel een beroep op hem doet. Maar ik vind je, als je smaak het over hebt, dat je dat dan eigenlijk niet moet doen. Hoewel ik wel denk dat Luc de Jong echt een meerwaarde voor dit Nederlands elftal zou kunnen. Maar Weghorst is natuurlijk cruciaal geweest tegen Argentinië. Maar vind je Weghorst niet groter belang, denk je, voor het Nederlands elftal? Ook tegen Ierland uit bijvoorbeeld was hij. Ja, klopt. Luc de Jong had natuurlijk geen zin meer om met het Nederlands elftal overal door Europa te trekken en alleen maar op de bank te zitten. Dus ja, dat zou betekenen dat hij alleen ja zegt om in de basis te starten. Ja, ik denk dat net een brug te ver is. Mm. Ook richting Weghorst. Ja, en wie er beter is als breekijzer. Ja, ze waren allebei breekijzer tegen Argentinië. En Weghorst, die maakte gewoon twee. Ja, wat een ontsnapping, hè? Ja, geweldig, hè, Pim. Gewoon eruit geschakeld, hoor. Ja, nou. Ja, maar dat is je ding, hè? Het gaat ook in de 109e minuut of zo. Want dat was het. Of in de 99e minuut. Rijtrap Koopmeijners, hè? Ja. Prachtig. Ja, gestudeerd, hè? Ja, dat was mooi. We hadden het nog even over Xavi Simons. Volgens mij is het niet echt concreet dat hij deze winter al weg kon. Doet natuurlijk hartstikke goed ook bij Leipzig. Maar dat is wel een beetje een discussie. Verloren van Donny van den Beek. Ja, 0-1. 0-1. Maar meer pogingen op goal had. Ja. Maar zegt dan maar niks. Nee, van den Beek die 60 minuten geloof ik speelde. Ja. Wel leuk dat hij weer aan het voetballen toekomt. Ja. Dat is misschien wel een hele goede keuze gemaakt. Maar is zo'n Simons, als er interesse is voor zulke spelers in de winterstop, wat zou je dan in zijn geval doen? Ja, volgens mij was die belangstelling van Arsenal er zelfs al in zijn PSV-tijd, toen hij kon terugkeren naar PSG, omdat hij een overstap maakte naar een andere zaakwaarnemer. En ik meen me te herinneren dat toen Arsenal ook concreet in beeld was. Ja, ik kan me wel voorstellen dat er clubs komen, maar ik zou het onverstandig vinden. Ik hoorde dat er ook rondom Joey Veerman wel wat geruchten zijn. Maar ja, eigenlijk is er geen ongunstiger moment om nu een transfer te maken. En zeker in het geval van Veerman zou ik dat never nooit doen. En omdat er een EK aankomt en die kans om een EK te spelen gewoon niet heel vaak krijgt. Denk Henderson wel iets anders over? Ja, dat denk ik ook. Alleen Henderson stevend niet. Gewoon
heel makkelijk op een kampioenschap af. En dat doet Veerman wel. Kijk, die moet natuurlijk altijd met een kampioenschap achter zijn naam vertrekken. Ja. En niet nu. Ja, overigens is Veerman er niet bij, hè, tegen FC Utrecht. En ik lees dat als ze dus winnen, dan hebben ze 18, de eerste 18 op rij gewonnen. En dat is nog nooit een andere club. Meen je dat? Nee, gebeurt dat? Lees ik hier op vindt nu.nl. Peter Bos meer waard. Dat wist ik helemaal niet, joh. Peter Bos meer waard dan de Supercup. Goeie presentator, hè? Oh ja, dat is weer Cynisch. Jezus, man. Daar gaat het al maan over. Ja, dat weet je niet bij. Ik stond in die Lues. Ja. Jongen, waar ben je geweest in de winter? In een Azerbeidzjan. Dan zat ik in ieder geval geen internet. Nee, ik probeer het allemaal ook maar bij te houden. Potverdorie, dat maakt het wel moeilijk, zeg. Gaan we het ook nog over FC Volendam hebben, of niet? Wil je dat graag? Ja, wil ik heel graag. Oké. Okay. Ja. Wat moet je er nog over kwijt? Nou, gisteren kwam opeens het nieuws. En het lijkt alsof Jaap Veerman, de nieuwe voorzitter... Het lijkt wel of Volendam een pyromaan heeft... die voor een uitslaande brand waarschuwt. Want Jaap Veerman, dat was degene die Jan Smit... de wacht aanzegde vanwege financieel wanbeleid. Alleen gisteren kwam opeens het nieuws dat de werkgever van Jaap Veerman, Intertrust, een boete van 2,5 miljoen euro heeft gekregen wegens gebrekkige controle van klanten. En dat is in strijd met de wet op de witwaspraktijken, om die te voorkomen. Dus ja, Jaap Veerman die heeft Jan Smit weggestuurd wegens financieel wanbeleid. Ja. En dan krijg je dit... Maar vanuit zijn functie moest je dat doen bij Volendam. Maar misschien wist hij hier wel niet van. Ja, maar Jaap Veerman was... Ja, ze wisten er wel van, want er waren al twee eerdere onderzoeken geweest. Dit was de derde keer dat ze erop gewezen werden. Maar Jaap Veerman was ook gewoon degene die vlak voordat hij Jan Smit de laan uitstuurde... ook gewoon zijn handtekening zette onder de jaarrekening. Dus die was gewoon goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Toen is hij zelf op die stoel gaan zitten. Maar Volendam heeft inmiddels ook een algemeen directeur, Frans ten Berge... Ja. En er ligt bij FC Volendam een rapport van 20 pagina's... over een vermeend financieel spoor van ellende... dat Frans ten Berge bij een aantal werkgevers zou hebben achtergelaten. Mm-hmm. Dus ja, dat gaat wel goed daar, financieel, denk ik. Ja. Overigens gaat het zo slecht financieel met Volendam... dat ze inmiddels het contract met Robert Muren hebben verlengd... en nu een Franse verdediger hebben aangetrokken. Dus ja, als je die club volgt... Ja. Daar valt inmiddels echt geen duim aan vast. Nee. Nou goed, bij Volendam gaat het niet lekker bij. Die wordt toch ambassadeur? Robert Muren? Na zijn contract? Ja, dat kan. Oh, dat kan nog wel. Ja. Ik wil AZ nog even benoemen natuurlijk. We hebben hier best wel vaak, of jij hebt best wel vaak kritiek gehad... op Pascal Jansen ook, over hoe hij het deed. Er wordt ook wel gezegd van ja, hij heeft natuurlijk Slot moeten opvolgen... veel spelers dat vertrokken. Dat was geweldig natuurlijk. Veel spelers vertrokken. Geweldig als je dat elftal van Slot mag overnemen. Ja, maar daar gingen veel spelers uiteindelijk weg natuurlijk. Ja. Nou ja, vorig jaar. Kijk, en daarom is het eerlijk om hem te beoordelen op deze resultaten. En die resultaten zijn op zich wel des AZ's. Ze staan nu vierde. Nou, ze kunnen nog derde worden. Ze staan 5 punten achter bij Twente. En ze kunnen ook zo naar de bekerfinale. Hè. PSV gaat Feyenoord uitschakelen of andersom. En is dat nog de enige serieuze kandidaat voor die bekerwinst. Dus ja, dat kan je zeggen van sportief ligt er echt nog wel een uitdaging. En dat ook voor Pascal Jansen. En kan je het hem kwalijk nemen? Hè? Want er zijn Beukema is weg. Hatsidiakos is weg. Carlsen is weg. Kerkes is weg. En Reinders is weg. Ja, en daar worden alleen maar jeugdspelers voor teruggehaald. Hè? Van Bommel, Noor wordt er teruggehaald. Er worden wat Portugezen teruggehaald. Ja, kan je het hem kwalijk nemen dat AZ zo presteert zoals ze presteren? Maar ik vond, zoals AZ zich manifesteerde tegen PSV... de eerste 10 minuten 3-0 achter, thuis, kan gewoon niet. Tegen Twente, niets van gezien. En dan twee keer ontsnapt tegen amateurs. Je had niet het gevoel dat hij die ploeg nog weer tot leven kon wekken. En was er wel draagvlak nog binnen de selectie? Heeft ook met De Wit heeft het op een gegeven moment nog een beetje aanvaring gehad... Hè? Ja. Over dat hij weer buiten de basis was gevallen? Ja, en ik denk niet dat De Witte enige is met wie die misschien een wat moeizamere relatie had. Maar ik denk niet dat dat de reden is geweest de selectie massaal het vertrouwen had opgegeven in Pascal Jansen. Degene die er verantwoordelijk voor zijn, dat zijn Robert Eenhoorn en Max Huibers. Die trekken daar aan alle touwtjes. En die hebben ook wel voor gezorgd dat Pascal Jansen natuurlijk in de situatie is terechtgekomen. Waarin het wel heel moeilijk acteren is als coach. Ja, en AZ is wel, kijk, Fantijn noemde net terecht... alle spelers die vertrokken waren en de spelers die gekomen zijn. Maar AZ is nog wel een club
lijkt Ajax onder Maurice Stijn en Sven Mislintat wel. Waar gewoon de clubleiding bepaalt welke spelers te komen. En daar heeft een trainer weinig tot geen inspraak. En dus ja, kijk, Pascal Jansen wordt nu de laan uitgestuurd. Dat vind ik op zich niet zo heel gek als je ziet hoe het sinds oktober eigenlijk met de AZ gaat. Want dat werd eigenlijk alleen maar minder. Alleen hij heeft natuurlijk ook wel hele goede dingen gedaan bij AZ. Vorig jaar nog de halve finale van de Conference League. En ja, ik denk dat AZ Pascal Jansen ook wel heel erg dankbaar moet zijn voor hetgene hij na slot heeft neergezet bij AZ. Want hij heeft natuurlijk best goed gepresteerd. En hij is ook niet voor niks een van de langzittende trainers in Alkmaar. Ja, en kijk, Eenhoorn en Huiberts, die kunnen het allerbeste beoordelen of je deze boel nog aan de praat zou kunnen krijgen. Ze hebben geoordeeld van niet. Ja, en dan weet je, dan kun je ontslagen worden in de voetballerij. Ja. Maar het verbaasde me wel. Achteraf ook weer niet zo, natuurlijk, na die wedstrijd tegen Quick Boys. Maar het kwam nog redelijk als een donderslag bij Helder Heem. Ja, waar ze met penalties uiteindelijk wonnen en doorgingen in de beker. Het voelde voor Martens, lees ik net in een interview, wel anders toen hij naar bed ging. En pure training geven blijft hetzelfde. Jij vond wel wat van zijn eerste optredens. Het was eigenlijk onbegrijpelijk. Hè? Het ging van links naar rechts. En hij vond ook dat hij misschien meer had moeten zeggen. En harder had moeten ingrijpen. En meer de discussie met Jans had moeten aangaan. Waardoor je in feite ook zelf wel het boetekleed aantrekt. En of hij wat ging veranderen. Nou, daar kwam hij ook niet helemaal uit. Dus het was niet echt van hier ben ik. Dit is mijn idee. Mijn visie. Mijn filosofie. En we gaan het zus en zo doen. Dat kreeg ik helemaal niet. Hij praat natuurlijk ook met meel in de mond, want hij wil Pascal Jansen niet afvallen. En zo. Ze hadden volgens mij na het ontslag nog contact gehad. En Jansen heeft ook de spelersgroep nog toegesproken. Dus dat schijnt allemaal best indrukwekkend geweest te zijn. En het is natuurlijk, het was een geweldig uithangbord, want het was een hele nette man. En of Maarten Martens, of die de nieuwe man is die AZ er wel bovenop kan. Mooie voetballer, was het Maarten Martens. Maar dat wel, want AZ was natuurlijk gewoon heel saai. En ook met iets mindere voetballers kan je natuurlijk best aantrekkelijk voetbal spelen. En dat deed AZ ook niet meer. Maar ik ben heel benieuwd waar die nu terecht gaat komen. Want als je gaat kijken, en vorige keer hadden we het over Frank de Boer bijvoorbeeld, de lijntjes met Ajax. Maar bij AZ of bij Ajax zitten natuurlijk wel heel veel mensen met lijntjes naar AZ. Alex Kroes, de algemeen directeur bij AZ gewerkt. Louis van Gaal bij AZ gewerkt. Marijn Beuker bij AZ gewerkt. En die hebben allemaal ook wel links of rechtsom met Pascal Jansen te maken gehad. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe zij over Pascal Jansen denken. Pascal Jansen was onder Mislintat ook in beeld bij Ajax. Overperformer, toch? Dus ik weet niet of dat een hele grote aanbeveling is op dit moment. Maar hij is in beeld geweest bij Ajax. Ja. Is het overigens ook nog een signaal naar Mislintat toe dat ze nu Henderson hebben gehaald? Want ze hebben natuurlijk een dozijn aan onbekende spelers gehaald. En de eerste speler die wordt aangetrokken nadat Mislintat is gewieberd, is een Engels international Champions League winnaar. Ja. Winner. Ja. Ja. Captain of Liverpool. Nou, het is natuurlijk krankzinnig dat je 115 miljoen euro hebt uitgegeven aan 12 spelers en dat je zo slecht hebt ingekocht dat je nog een 13e speler moet halen in de winterstop. Dus wat dat betreft is het wel een signaal. En Kelvin Lange zei wel, een signaaltje dat Mislintat dat het niet zo heel goed heeft gedaan. Nee, en Kelvin Lange werd gezegd van nou, misschien dat er toch nog ook meer ervaren spelers bij moeten komen in de zomer. Dat is nu tegenwoordig het mantra bij Ajax, dat er ervaren spelers moeten komen. Namen? Dan zit hij al op de plaats, op de stoel waarop Mike hem verwacht misschien ook wel, hè? Als directeur transferzaken. Ja. Want normaal gesproken zou je denken van wacht af, wie is de nieuwe trainer? En dan gaat de Marijn Beuker, Kelvin de Lang dan en de nieuwe trainer, die gaan dan bepalen hoe of wat. Ja. Welke koers gaan we varen? Dat ben ik wel met je eens, dat het lijkt alsof je op die stoel zit. Maar een hoofdscouting heeft daar natuurlijk ook wel een mening over. Dus die zal ook. Wie zijn die ervaren spelers dan, hè? Heb je zoiets wat te binnen schiet? Benzema. Ja, die wil weg daar. Jij schreef ook dat Neymar wil daar volgens mij gewoon een hele woestijn leeg trekken. Daily Blind. Maar het was ook lastig voor Henderson, schreef je nog, want hij moest dan elke keer weer de grens over. Hè? Ja. Dan moest hij weer zijn paspoort met zijn gezin laten zien. Ze willen niet in Saoedi-Arabië wonen. Ze wonen allemaal in Bahrein, 65 kilometer verderop. Schijnt iets vrijer te zijn dan Saoedi-Arabië. Misschien ook, hij is natuurlijk ook van een voorvechter, was hij van LHBTIQ. Zeker. Gemeenschap. En dat liet hij natuurlijk helemaal vallen door naar Saoedi-Arabië. Ja. Maar misschien dacht hij toch van, kan ik misschien beter in Bahrein wonen? Nee. Misschien toch af en toe nog die band om. One Love of de regenboogband. Was wel mooi, want er kwam ook ter sprake tijdens de persconferentie net in de Johan Cruijff Arena. De Engelse verslaggever had één
redelijk lieve van de, vraag. Van de Engelse Volkskrant, of niet? Ja, ja, precies. En toen kwam hij alsnog. En Henderson die reageerde erop. Hij zegt, nou, ik ben nog steeds dezelfde persoon. En ben wat dat betreft ook niet veranderd. Maar als ik mensen heb gekwetst of teleurgesteld, dan bied ik daar mijn excuses voor aan. Mooi. Ja, het is wel een thema in Engeland. Hij was natuurlijk een van de voorvechters, of hoe zeg je dat? Ja. Die gemeenschap zag hem als een van de boegbeelden. Ja, en als je dan naar Saoedi-Arabië gaat, dan scoor je meestal geen bonuspunten. Nee. Maar daar bood hij zijn excuses voor. Maar hij wordt geen aanvoerder, toch? Bergwijn, dus hij hoeft niet de beslissing te nemen of hij die One Love band in Nederland wel of niet gaat dragen. Nee, hij vroeg zich af of waarom hij aanvoerder zou moeten worden. Is de huidige niet goed genoeg? Ja, wat vind jij? Nou ja, als hij 20% beter wordt, dan is hij zeker goed genoeg. Oké, jongens, nou, we zien elkaar maandag weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Ja.